angst, ja, horror. Een halve dag na de gewelddadige overval zit de schrik er nog goed in bij juwelier Frank Kortenbach en zijn vrouw. Gisteravond is het stel thuis in een woning boven de winkel als ze lawaai horen op de overloop. Franks vrouw gaat kijken. En ik hoor ze ineens heel hard schreeuwen. Dus ik schiet naar achteren en er kwam er al één op me af en ik had een wasrek in mijn hand. En daar duwde ik hem mee terug en toen viel hij op de grond. Toen stond hij op en toen hield hij een geweer voor mijn neus toen schoot hij. Frank wordt gelukkig niet geraakt, maar de drie overvallers mishandelen het stel daarna hardhandig. Ja, we zijn aan het vechten gegaan heel even, maar ja, dan verloor ik dus de dik. Ik lag zo op de grond. Frank en zijn vrouw worden met tie wraps vastgebonden. De overvallers gaan beneden de winkel binnen. Ja, nadat die deur werd geopend van die zaak is het alarmsysteem in werking getreden. Nou, daarop is een luid alarm afgegaan, maar ook een mist ontstaan, waardoor dat die overvallers toch weinig zicht hebben gehad. Toch weten de mannen nog twee vitrines kapot te slaan en te vluchten voordat de politie bij de winkel is. Op dit moment zijn we op zoek naar drie personen. Waarschijnlijk gaat het om mannen. Die zijn vrij lang, geven die slachtoffers ook aan, waarschijnlijk rond de 1,90 lang. En die zijn mogelijk in de richting van de Winterdijk vertrokken. Nou beginnen al de pijntjes te komen. Mijn oog doet zeer. Mijn ribbenkast doet zeer. Mijn ene oor staat naar buiten, dus ik sta er lekker op. Dinsdag gaat de winkel weer open, maar voor het juwelierse-echtpaar zal het nooit meer hetzelfde zijn. Dus als ze zulke gasten pakken, die krijgen 240 uur. En wij hebben levenslang. Ja.